Deze video is gewijd helemaal aan de Google Assistent. En een achtbaan. En ja, dat heeft met elkaar te maken. Blijf kijken. Hoi, ik ben Marijn van Bright en op CES is Google werkelijk overal. Die tentakels die verspreiden zich in de kleinste stands en donkerste kamertjes. Je ontkomt er simpelweg niet aan. Dus als Google iets nieuws doet, dan heeft dat gewoon simpelweg impact. Dat hebben we ook gezien bij de introductie van de Google Assistent bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland ging dat trouwens razendsnel. Hè? We zijn het land dat de Google Assistent het snelst omarmt van iedereen wereldwijd. Bizar. Maar die Google Assistent gaan we op veel meer plaatsen terugzien als het aan Google ligt. En nu heb je misschien zo'n leuke smart speaker in je woonkamer staan, maar het liefst wil Google ook gewoon in de keuken zijn. En ze hebben bijvoorbeeld een smart display aangekondigd samen met KitchenAid, dat tegen spetters kan, dat je het op het aanrecht kan zetten. En met het Novo hebben ze een wekkertje bedacht, dat je op je nachtkastje kan zetten. En die wekker die gaat dan automatisch wat eerder af, bijvoorbeeld als er een file staat naar je werk, zodat je toch op tijd kan komen. Dat soort dingetjes. Google wil overal in jouw leven aanwezig zijn. En daarom heeft Google bijvoorbeeld Google Connect aangekondigd, wat het nog makkelijker maakt om relatief simpele apparaatjes te voorzien van de Google Assistant. Kijk bijvoorbeeld naar dit e-ink schermpje. Ja, het laat alleen maar het weer zien, maar die laat het weer zien omdat de Google Assistant daar is ingebouwd. Ook ga je de Google Assistant straks tegenkomen in Google Maps, zodat je niet meer gevaarlijk met je vingers aan het scherm hoeft te zitten als je wil doorsturen naar je moeder dat je wat later bent of als je een tankstation in de buurt zoekt, maar dat je het gewoon kan vragen aan de Google Assistant zonder je ogen van de weg te halen. En over de auto gesproken, ja, als je daar je Google Assistent wil gebruiken, of wat mij betreft ook Siri, als je dat via Bluetooth doet, dan merk je dat er vaak een beetje vertraging op de verbinding zit. Heel irritant. Nou, zelfs dat probleem willen ze voor je oplossen. Zo komt Anker bijvoorbeeld met een plug die je in je 12 volts aansluiter kan stoppen, waar een microfoontje in zit, waarmee je dan met de Google Assistent kan praten, zodat je die vertraging niet meer hebt. Simpelweg, Google wil niks aan het toeval overlaten. Je moet altijd toegang krijgen tot die Google Assistent, zodat je hem maar zoveel mogelijk gebruikt. En ja, hier op de CES is Alexa van Amazon ook heus wel aanwezig, maar niet zo aanwezig als Google. En Alexa, in Nederland is het officieel nog steeds niet verkrijgbaar. Siri van Apple is ook hier niet zo aanwezig. Al zie je wel dat Apple stappen zet door bijvoorbeeld te gaan samenwerken met LG. Waardoor je LG TV kan gebruiken als zeg maar je slimme speaker waartegen je kan praten met Siri. Nog even als laatste, ken je Travis de Translator nog? Een Nederlandse start-up die een vertaalmachine heeft gemaakt. Nou, die heeft Google met één update van de Google Assistent gewoon gelijk onnodig gemaakt. De Google Assistent kan nu simultaan vertalen in 27 talen. En dat worden er waarschijnlijk snel meer. Ik test hem even uit. Hey, how's it going? Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed met mij. Ik vind het heel leuk hier. Hoe vind jij het om hier op de CES te staan? Yes, it goes very well with me. I like it very much here. How do you feel about being here at the CES? I feel good. I hope everyone enjoyed our Google Playground. Ik voel mij goed. Ik hoop dat iedereen onze Google Playground heeft genoten. Er zat een klein foutje nog in de vertaling, maar hij doet het best wel goed. Watching, he was a little mistake in the translation, but he is doing quite well. I'm glad. Thank you. Ik ben blij, dankjewel. Hij doet het hoor. Nou ja, je ziet het zelf ook wel. Die Google Assistent die timmert aardig aan de weg. En Google zelf die probeert zo aaibaar mogelijk te blijven. En dat doen ze door leuke acties en stunts uit te halen. In hun stand hebben ze bijvoorbeeld een achtbaantje gebouwd, wat niet onderdoet voor het carnavalfestival van de Efteling. Waardoor je toch met een lach weer een Google-beleving krijgt. Maar ondertussen kom je wel steeds verder vast te zitten in dat ecosysteem van Google. Hey Google, be my French interpreter. Je wil niet verhinderen, jij hebt toch een handel. Missing, monsieur, monsieur, you bet the best cakes I ever see. Missing, monsieur, monsieur, monsieur. Crouch down, stay still. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Is dat zo, doe dan een duimpje omhoog. En ik ben wel benieuwd geworden wat jullie na een half jaar Google Assistent in Nederland van die Google Assistent vinden. Laat dat weten in de comments. Vergeet niet te abonneren. En zet dan ook dat belletje aan, dan mis je geen enkele video. Tot de volgende!